Bijna 140 renners starten in Amsterdam voor de Ronde van Nederland. 57 zijn van over de grenzen gekomen. Uit België, Frankrijk, Italië, Spanje, Luxemburg en Zwitserland. De wielerwereld hoopt dat de Ronde eenzelfde vermaardheid zal krijgen als de Tour de France. Tot Zaandam wordt in gesloten formatie gereden. De wedstrijdleiding en andere officials rijden in auto's mee en ook onze cameraman bijt zich aan het peloton vast. Het is in de eerste uren een verkennen van elkaars krachten. In Alkmaar is de hele karavaan nog dicht bijeen. Een zware beproeving is de afsluitdijk met zijn kale weg van 30 kilometer recht tegen de zon en een straffe noordooster in. In Friesland beginnen zich groepjes los te maken die met onverminderde energie naar Leeuwarden rijden. Zo hoog is het tempo, gemiddeld 40 km per uur, dat de renners reeds na een half uur Groningen bereiken, waar de bel van de Meerschout als eerste over de eindstreep gaat. Etappe nummer 1, 220 km zit erop. De volgende dag wordt vrij laat gestart. Het traject is ditmaal maar 170 km. Assen is de eerste belangrijke plaats die wordt gepasseerd. Langs de Drentse hoofdvaart gaat het verder naar Meppel. Een valpartij brengt enkele renners lelijk achterop. Overal in het noorden is de belangstelling tegen de verwachting in zeer groot. In snelle vaart gaat het naar Zwolle. Door Zwolle heen. En Zwolle uit. 30 kilometer voor Enschede sloegen de leiders een verkeerde weg in. Het gevolg hiervan is dat de volgende groep, die een achterstand van 4 minuten had, met de ruiter aan het hoofd, nu het eerst in Enschede binnenkomt. De derde dag blijft het peloton op de eerste kilometers dicht bij elkaar. Ook op de IJsselbrug bij Zutphen zijn er nog geen belangrijke verschillen merkbaar. Voorbij Apeldoorn zijn er een paar uitgelopen, maar ze hebben pech bij de spoorwegovergang van Ede. Voor de spoorwegen ging hier veilig boven vlug. En dat was voor de renners niet voordelig. Toch vormt zich weer een kopgroep van 5 man, onder wie de Belg Roger en onze landgenoten Steenbakkers en de Curver, die tot Nijmegen bij elkaar blijven, waar Roger in de sprint juist even sneller blijkt. En dan wordt aan de vierde etappe begonnen, naar Maastricht. Door het vlakke Noord-Brabantse land gaat het peloton zuidwaarts. Deze rit van 257 kilometer wordt volkomen beheerst door de Nederlanders. Helmond wordt gepasseerd. Bij Venlo staat het publiek zelfs op de spoorbaan. We bereiken nu het heuvelachtige gebied van de Mijnstreek. Op de Kouwberg, de meest gevreesde bult in Zuid-Limburg, gaan twee zaankanters aan de kop. Schellingerhout nummer 102 en Bakker. En die twee gaan in één snelle ren op Maastricht af. De sprint brengt hier de beslissing ten gunste van Bakker, die met deze overwinning tevens de oranje trui verovert.